De afgelopen vlogs zijn ontzettend goed ontvangen. Maar er is dan ook ontzettend veel gebeurd in de afgelopen vlogs. De afgelopen vlogs waren insane. En om dat te overtreffen gaan we in deze vlog naar de Haag. Dit was wel echt vreselijk werk. Ik ben hier de ontvangst aan het doen, dus aan alle mensen vertellen waar ze mogelijk parkeren en zo. Dus nu is het idee dat ik en hier sta en daar sta. Het evenement begint hier pas over 3 kwartier. Oftewel, het is nu even chaos bij de hele Hagepreek hier. En ook vooral doordat hier overal schapen rondlopen, kan ik niet zomaar dit hek onbewaakt houden. En voor de mensen die niet precies weten waar ik ben hier bij de Hagepreek. Dit is ook wel de zoveelste editie hiervan. Het is volgens mij al 7 keer georganiseerd. Net ging dus inderdaad het luchtalarm af, dus het is de eerste maandag van de maand. Dan kunnen jullie wel gokken hoe oud deze vlog is. Goedemorgen kijkers van Harme Frodo en welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ik begin nu hier, hoi, dit is mijn kamer. En vandaag een paar dingen doen, editen, opnemen en naar de kapper. Het nadeel is dat ik inderdaad met de vlogs nu iets te veel voorloop en met de andere video's ongeveer gelijk. Ik edit nu de Harme Frodo Mega Vlog 9, wat nu best wel een werkje is, want dat is, zijn heel veel vlogs. Dat zijn schoolvlogs, de vlogs met Lucas Leventje, de vlog van Ajax Tottenham. En dat is best wel een heel werkje. En als ik dit af heb, ga ik naar de kapper. Als ik dat heb gedaan, moet ik kranten lopen ondertussen al. En als ik dat heb gedaan, ga ik de volgende video opnemen. En dit is het dan geworden. Ik sta nu opeens buiten met onweer, want het onweert opeens terwijl ik net mijn kranten wou gaan doen. Dus nu even de twijfel, ik weet niet of jullie dat trucje kennen. Je moet tellen tussen de flits en de donder hoeveel seconden daartussen zitten en dat delen door 3. Nou, dat heb ik gedaan, dan kom je uit op 2,3. Dus dat betekent dat het iets meer dan 2 kilometer ver weg is, dus ik denk niet dat dat heel gevaarlijk is ofzo. Oké, het onweert nu best wel heftig, want ik weet niet of jullie dit allemaal kunnen horen of de flitsen kunnen zien. Maar dat is zeker niet niks. Maar ja, ik weet ook niet precies wat mijn tip daarover zou moeten zijn. Want aan de ene kant kan je altijd schuilen. Aan de andere kant moet je ook altijd oppassen dat niet familieleden terwijl jij schuilt je heel erg druk gaan maken om je en zo. Het weer van gisteren was natuurlijk niet heel fijn toen we midden door het onweer moesten fietsen tijdens het krantenlopen. En vandaag moet het weer en nu regent het. Echt, het weer is totaal omgeslagen na die hele hittegolf en zo. Goedemorgen kijkers van Harme Frodo en we zijn hier op de plek waar op zondag 25 augustus de Hagepreek van Arosja plaatsvond. Hier zien jullie het inderdaad ook nog even staan en dat is dus inderdaad vandaag. Dit was mijn eerste klus vandaag, maar ik weet nou niet precies of ik helemaal tevreden ben hiermee. Nou ja, ik doe het natuurlijk ook niet elke dag. Dit was wel echt vreselijk werk, want de enige manier om al die dingen op te hangen is door 10 keer rondom de boom te gaan. Dus dat is niet zo heel erg handig eigenlijk. Volgend jaar nemen we gewoon een hamer en spijkers mee. Gaat lekker dat voorbereiden, terwijl ik net een parkeerbord ophang van waar mensen mogen parkeren. Dan loop ik vol met mijn benen in de brandnetels. En dan heb ik net vandaag een korte broek aangetrokken, dus dat is ook niet heel erg handig. En dit is de grote weg waaraan de Hagepreek straks gehouden wordt. Hier komen alle gasten over aan, via die kant of via die kant. Ik ben hier de ontvangst aan het doen, dus aan alle mensen vertellen waar ze mogelijk parkeren en zo. Aan gebrek aan betere mensen doe ik het maar. Dus dat is echt super grappig. Alleen net, dan komt er iemand zomaar het erf op rijden hier. En dan zeg ik, dat is niet de bedoeling. Zegt hij, maar ik ben de gitarist. Dus dacht ik van, oeps. Dus nu is het idee dat ik en hier sta
En daar sta bij dat hek daarachter. En hier, dus dat is een beetje de hele tijd heen en weer lopen. Want daar moet ik dingen uitdelen. En hier moet ik mensen vertellen dat ze hier niet mogen parkeren. Het evenement begint hier pas over 3 kwartier. En nu is dus het nadeel dat ik bij dit hek moet staan en bij dat hek. Want bij dat hek vertel je dus de mensen waar ze heen moeten. En bij dit hek geef je mensen dingen aan. En het probleem is dus dat er eigenlijk te weinig mensen zijn dat je automatisch in een stroom kan zien waar je heen bent. Maar te veel mensen om de hele tijd heen en weer te lopen. Oftewel, het is nu even chaos bij de hele hagepreek hier. En ook vooral doordat hier overal schapen rondlopen, kan ik niet zomaar dit hek onbewaakt houden. En nu ben ik afgelost op de andere plek, dus is dit de enige plek waar ik nog maar ben. En hier mag ik dus de liturgie uitdelen en zo. En voor de mensen die niet precies weten waar ik ben hier bij de hagepreek en dat is een kerkdienst, maar dan gewoon hier. En nu sta ik nog als enigste hier bij de weg als poortwachter. En de rest is dit allemaal daar in de kerkdienst.